Hoe werkt het Navi 5.0 systeem in je Opel en wat kun je er allemaal mee? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opel Dieren Liewes en Rode. Nou, op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem zoals deze of met uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal, natuurlijk van harte welkom. Maar ik zou het ook leuk vinden als je abonnee wordt van ons kanaal, zodat je wekelijks als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, gaan we deze video uitleg geven over het Navi 5.0 systeem die onder andere bevindt in de Opel Crossland en op de Opel Grandland X. Daarnaast zie je heel veel vergelijkingen met systemen die ook in de nieuwe Opel Corsa en ook in de Opel Combo en Vivaro zitten. Nou, ik laat je dus zien waar elk knopje voor is, wat je er al mee kan en ook welke handigheden en misschien dingen die je nog niet weet. Nou, komende vragen, ik snap het uiteraard en ik beantwoord deze ook graag. Je kan deze heel makkelijk hieronder intypen of verstuur een mail naar hendrik@liewesrode.nl, want we helpen je graag. Nou, dan begin ik met uitleg over het Navi 5.0 systeem die onder andere te vinden is in je Opel Crossland of Opel Grandland X. En daarnaast zijn vergelijkbare modellen die eigenlijk wel qua bediening wel heel in grote lijnen ook wel hetzelfde zijn in de nieuwe Opel Corsa, de Opel Combo en de Opel Vivaro. Nou, en hoe werkt het nou? Hieronder zijn een aantal sneltoetsen. We beginnen met audio, dan hebben we navigatie, telefoon. Deze knop is harder en zachter en ook om hem op mute te zetten, geluid stil. Set is nog voor wat profielen om in te stellen. Dan heb ik hier, deze knop is voor de Apple CarPlay en Android Auto. En de meest rechtse knop is ook nog voor instellingen van de auto of van het systeem. Beginnen we bij audio. Als we daarop klikken, dan komen we dus op deze pagina dan ook uit. Dan zie ik dus nu een aantal voorkeurszenders die ingesteld zijn bij dit systeem, bij deze auto. Maar ik kan uiteraard natuurlijk ook mijn eigen voorkeurszenders instellen. Dat doe ik dus als volgt. Dan ga ik rechtsonder naar lijst. En daar heb ik dus alle zenders die hij momenteel ook gevonden heeft. Nou, wanneer ik bijvoorbeeld zeg van ik pak bijvoorbeeld Radio Noord in dit geval. We zijn ook in het noorden van het land natuurlijk. En die wil ik bijvoorbeeld op 3 hebben naast Radio Drenthe in dit geval. Hou ik 3 ingedrukt totdat ik een pieptoontje hoor. En zo is hij dan vastgelegd. Nou, ik kan uiteraard nog meer zenders kan ik daar nog in kwijt. Ik kan uiteraard ook nog wisselen. In dit geval staat hij op FM, dat kan ik heel mooi daar zien. Ik kan ook zeggen van ik wil nog naar AM of DAB indien aanwezig. En links heb ik ook nog de knop frequentie. En daarmee kan ik ook zeggen van nou, ik wil eigenlijk door die hele golf heen te kijken welke radiozenders er zijn. Zoals je het vroeger natuurlijk ook zag bijvoorbeeld bij een radio. Maar het makkelijk is natuurlijk om dat op geheugen ook te houden. Als ik naar rechts ga kijken, dan zie ik nog bronnen. Ik kan ook ervoor kiezen om te zeggen van ik koppel via een USB of een iPod of via de Bluetooth. Koppel ik daar systemen aan. Dat is uiteraard nog mogelijk. En linksboven, daar kan ik op het pijltje weer mee terug. Als we dan verder gaan kijken in het scherm, en dat zal ook bij de andere pagina's hetzelfde eruit zien. Dan zien we linksboven de buitentemperatuur staan. Nou, in dit geval staat deze auto in de showroom. Is natuurlijk hier wat warmer. En die is wat lichter van kleur dan de rest. Dat kunnen we ook helaas niet veranderen. Ik heb bijvoorbeeld vaker die vraag gehoord. Maar die is iets lichter van kleur dan bijvoorbeeld de tijd die we rechtsboven in het scherm zien staan. De knop opties, nou, daarmee kun ik inderdaad ook nog de zenderlijst nog bijwerken, muziekbestanden ook nog bekijken, radio-instellingen of beheren van foto's of de audio-instelling nog veranderen. Nou, dan gaan we naar de volgende knop en dat is navigatie. Die klikken we daarop. Dan krijgen we dus hier dus het navigatiesysteem. Het systeem is dus voorzien van het navigatiesysteem van heel Europa. En het mooie ervan is dat je dit ook 5 jaar krijgt bij aanschaf van een auto om gratis te up-to-daten. Het kan heel makkelijk via je My Opel account. Over je My Opel account hebben wij laatst ook een video van gemaakt. Ik zal hem hierboven ook even linken, zodat je die kunt bekijken. Maar mocht je daar niet uitkomen of mocht je nog geen account hebben en het lukt niet helemaal, geef het ook aan, helpen we uiteraard ook mee. We zullen later ook nog een keer een video maken van hoe het updaten daarvan ook werkt. Dat gaat via een USB-stick. Wij hebben die hier ook liggen. Dus mocht je zeggen van nou, ik wil het niet zelf doen. En maak gerust een afspraak, kunnen wij dat ook uiteraard voor u regelen. Nou, hier zie je dus het navigatiesysteem. Nou, als we rechtsonder gaan kijken, zien we hier nog een minnetje. Daar kan ik nog in en met plusje ook weer uitzoomen. Nou, en willen we dus een route invoeren, dan kan het heel gemakkelijk via de knop zoeken hieronder. Dan kan ik eigenlijk gelijk al het adres invoeren. Dus ik hoef niet bij sommige navigatiesystemen eerst nog de plaats en dan nog het adres en dan nog het huisnummer. Dan kan je eigenlijk gelijk al het adres invoeren.
Dus wanneer ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik doe bijvoorbeeld zijn tuurbaan, hè, waar we nu zijn, en ik typ dat achter elkaar in, dan zie je op een gegeven moment ook dat hij ook in beeld komt. Wanneer ik losga, hè, dan ga je zo bezig met zoeken, dan zie je dat hij hier al wat gevonden heeft. Maar goed, in dit geval zitten wij nu aan de centuurbaan Noord. En hij zoekt en heeft hem hier gevonden. Dat doet hij dus op volgorde van dichtbij tot wat verder weg. In dit geval is er ook nog een centuurbaan Noord bij Schiphol. Maar goed, dat is iets verder dan hier in het mooie rode. Wanneer ik nog een huisnummer wil toevoegen, dan zie ik hier nog een knop met een nulletje, twee puntjes en nog een hashtag. En als we die indrukken, kan ik hier nog het huisnummer invoeren. Dus in dit geval doen we dan 100. Ik zal even teruggaan, want ik heb een spatie vergeten. Gaan we weer terug, drukken we weer op ABC, doen we hier een spatie en drukken we weer op de knop met een nulletje en de twee puntjes en het hashtag en doen we bijvoorbeeld 133, dan heeft hij de exacte locatie gevonden. Nou, wanneer we die dus willen bevestigen, dan klikken we daarop, dan geeft hij aan van dat het in rode zit en het adres staat er boven in beeld en er verschijnt linksonder hier een groen vinkje. Nou, die moet je dus aanvinken en dan gaat de route dus werken. Je geeft eerst uiteraard de regels aan dat je dus dat je aan de verkeersregels moet houden. Nou, die kunnen we dus op oké drukken en dan geeft hij dat aan. Nou, een actuele vraag is natuurlijk ook, nu je overal 100 mag rijden, hoe gaat het met de auto's? Hè? Want de Crossland en de Gwinland en sommige andere geven het ook aan hoe hard je mag rijden. Ik heb daar eerlijk gezegd nog niet een duidelijk antwoord op, maar de verwachting is dat wanneer er een nieuwe update zal plaatsvinden, dat dit uiteindelijk wordt aangepast. En hij leest bij deze auto's, haalt hij dus die snelheid haalt hij van het navigatiesysteem vandaan. Nou, hier zien we dus de navigatie. Nou, in dit geval zijn we dus hier al ter plekke. Maar hier kan ik dus rechts heel mooi zien van start naar finish, hoe lang het nog duurt en wanneer de verwachte aankomsttijd is en hoe de afstand nog is. Nou, hier kan ik dus nog mee in- en uitzoomen op die manier. En zo kan ik dat allemaal ook regelen. Nou, wanneer ik de route er weer uit wil hebben, druk ik hier op menu. En dan zie je hier ook staan linksonder navigatie stoppen. Nou, daar klikken we dan op en dan is de navigatie er weer uit. Wanneer we dus op een andere manier een route in willen voeren, kunnen we ook heel makkelijk via menu en dan hier adres invoeren. En dan krijg je inderdaad wel dat je zegt van op plaats, straat en huisnummer helemaal achter elkaar. Je kan ook nog naar mijn bestemmingen. Ja, dus er zijn dus de instellingen bijvoorbeeld voor je thuis en voor je werkadres. Kun je heel makkelijk hier nog invoeren. Points of interest, hè, dus nuttige plaatsen. Bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik zoek bijvoorbeeld een IKEA of een andere supermarkt of noem het dan maar op. Of restaurants of hotels kun je dat allemaal ook vinden. En navigatiecriteria kun je daar ook nog naar bekijken. Dan kun je zeggen van ik wil bijvoorbeeld de snelste of de ecologische of de kortste route. Ik wil geen snelweg of geen tol. En allemaal punten die je hier dus kan veranderen. Vergeet daarbij niet, dus als je verandering hebt gedaan, dat je ook linksonder hier op het vinkje even bevestigt. Nou, je kunt nog routes doen. En dan zeg van ik bijvoorbeeld eerst bijvoorbeeld daarheen en dan weer daarheen. Kan je uiteraard ook nog voor kiezen. En hier ook nog instellingen over het navigatiesysteem. Nou, linksboven gaan we hier weer uit het menu. Dan komen we dus hier weer in terecht. Nou, wat ook nog handig is om te weten, hè, dus je kunt ervoor kiezen om te zeggen van nou, ik wil dat de pijlweggave die hij aangeeft, wil ik alleen richting het noorden of de richting de rijinrichting. Dan kun je dus met deze knop, die hier staat met een pijltje, in dit geval staat er een N'tje bij van het noorden, kun je daarmee dus switchen en je favoriete weergave ook bepalen. En hier aan de rechterkant, hè, helemaal rechtsonder, als ik daarop klik, dan kan ik ook nog zeggen op het kaartweergave wat ik wel en wat ik niet wil zien. En bijvoorbeeld in dit geval staat parking of verkeer staat uitgevinkt. Dan kan ik hier ook mee aanpassen of ik kan de kaartkleur nog veranderen. Allemaal punten die je daar heel makkelijk snel kunt veranderen. Nou, als we verder gaan, dan zien we hier de knop telefoon. Hier hebben we laatst ook een video van gemaakt. Ik zal hem hierboven ook even linken hoe je telefoon heel makkelijk kunt koppelen. Ik zal dus op die manier dan even doorverwijzen naar die video, zodat je het heel makkelijk kunt zien hoe dat werkt. Als we daarnaast gaan kijken, zien we hier dus de harder en zachte knop. En uit en aan. Dat kan daar dus mee geregeld worden. En aan de rechterkant hier hebben we dus de knop
set. En daarmee kun je dus profielen kun je dus instellen. Dus mocht je met meerdere mensen in de auto rijden, dan kun je dus zeggen van nou, ik wil profiel 1, ik wil profiel 2 en ik wil profiel 3. Zo kun je dus je eigen instelling kun je dan hier ook in kwijt. Wat ook wel een handige functie is hier, is dat je ook kunt zeggen van ik wil bijvoorbeeld het scherm uitzetten. En dan gaat het geluid eigenlijk gewoon wel door. Maar mocht je dan 's nachts rijden en zegt van ik vind het toch wat te fel, kun je het die manier ook zo doen. Als je één keer aan een knop zit of op het scherm tikt, dan gaat hij uiteraard weer aan. Als we verder gaan kijken, dan zien we hier nog de knop Apple CarPlay en Android Auto. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor wat ik net zei over de telefoon. Daar hebben we dus ook een aparte video's hebben we hiervan gemaakt. Met uitleg over deze twee systemen, want het vergt inderdaad even wat meer uitleg. En daar zou ik doorverwijzen aan de video's, zoals hierboven uiteraard ook even beide eventjes linken. Maar mocht je daar niet uitkomen, dan helpen we uiteraard ook graag. Aan de meest rechterkant zie je hier nog een knopje met het autootje. En daar zijn eigenlijk wat instellingen over de auto onder andere. Dit is bij elke auto natuurlijk weer verschillend. Want sommige hebben dus wat meer instellingen dan de ander. En neem bijvoorbeeld met automatisch inparkeren of noem het dan maar op. Het is allemaal weer verschillend per auto. Maar hier kun je dus wat punten kun je daarmee mee instellen wat je nou precies wil. Rechtsboven, daar zie je nog een knop met de tijd en ook nog met een tandwieletje. Als ik daaraan klik, dan kom ik eigenlijk hier nog bij de instellingen terecht. Daar is dezelfde knop eigenlijk die ook bij de setknop dan hier ook zit. En hier kan ik ook op audio instellingen klikken. En daar kan ik ook nog wat instellingen in kwijt. En waaronder andere, die heb ik gelijk eventjes uitgezet, ook voor de video. Maar ook dat ik het zelf niet zo prettig vind, is het geluid bij de touchscreen. Ja, dus dat je elke keer als je iets aanklikt, dat je dan een geluidje hoort. Nou, dat heb ik ook uitgezet. Dat kun je hier allemaal ook instellen. Ja, ook de verdeling van de boxen of de spraak of de beltonen bij telefoon kun je allemaal hier ook instellen. Nou, dan heb ik nog een hele handige tip wat misschien niet iedereen weet. Wanneer je met 3 vingers op het scherm gaat tikken, in dit geval eventjes, dan zie ik hier een heel mooi overzicht. Hè. Dus dat doet alleen als je met 3 vingers op het scherm tikt. Gaat zo meteen ook na een aantal seconden gaat weer weg. Maar hier kan ik heel makkelijk naar. Ik zal het nog even doen, met 3 vingers op het scherm. Radio, navigatie, kanaal, kachelbediening, telefoon, apps of auto. Ja, dus mocht je bijvoorbeeld zeggen van nou, ik zit bijvoorbeeld in mijn navigatie zoals nu. En dat je zegt van ik wil snel even naar de radio. Nou, dan kun je het heel makkelijk hieronder op radio klikken. Ik kan ook zeggen van ik druk 3 vingers het scherm in en ik klik dan op radio, komt hij daar ook terecht. Dus dat is eigenlijk een handigheidje, ook een tip die ik mee wil geven. Wat misschien niet iedereen weet. En waardoor je heel makkelijk kan switchen naar verschillende weergaves die je wilt zien. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijk en heldere uitleg hebt gegeven over het Navi 5.0 navigatiesysteem. Die onder andere zit in de Opel Crossland en Opel Gwinnett X. Nou, wil je meer video's van ons zien? Bekijk dan ook ons YouTube kanaal. En word meteen abonnee, zodat je als allereerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, mijn naam is Hendrik Liewers. Super bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week.